We hebben al gezien hoe er rondom het Twentekanaal meer ruimte wordt gemaakt voor de natuur. Bijvoorbeeld door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Maar er worden ook stukken teruggegeven aan het kanaal. Bijvoorbeeld deze zwaaikom. Zeg, hey Bogaerts, jij bent ecoloog. Wat zit hier nou in het kanaal? Zitten er dieren in? Nou, er zitten best veel dieren in. Ik zie hier toevallig een schelpje liggen van een driehoeksmossel. Maar ja, het leeft in dat kanaal, ondanks dat het een grote bak water is die vooral voor schepen bedoeld is. Dit is een stuk wat we kunnen teruggeven, als het ware, aan de natuur, omdat we het niet meer nodig hebben. Dus het is ooit aangelegd zodat schepen hier kunnen draaien, maar we gaan een grotere plek maken waar ze kunnen draaien, want de schepen worden steeds groter. En ja, in plaats van dat dan gewoon maar door te trekken en weer vol te plempen, hè, wat dat zou ook kunnen, gaan we proberen hier iets leuks van te maken, zodat je een soort natuurlijk stuk hebt in dit Twentekanaal. We trekken de damwanden iets verder door, waardoor de golfslag van de schepen wat minder door kan werken. En doordat we het ook wat ondieper maken, kunnen planten beter groeien. Dan krijg je net iets natuurlijkere situatie, waardoor het wat rustiger is. En dan is het eigenlijk ook een hele goede kraamkamer voor vissen. Dus voor jonge visjes die daarop kunnen groeien. Insecten die daar zich kunnen voortplanten, libellen enzovoort. Dus ja, dat is een beetje het doel wat we hier voor ogen hebben. En wat moet er nog allemaal gebeuren? Nou, het moet nog flink aangekleed worden, zeg maar. Het is, het is nog niet helemaal zoals ik mijn achtertuin ingericht zou willen hebben. Maar daar hebben we de winter ook voor. Met name in de winter beplant je ook dingen. Dus struiken en bomen worden ook in de winter aangeplant hier. Dus dat het een beetje natuurlijker uit komt te zien. Of een beetje afgeschermd wordt. En dan is dat goed in het voorjaar klaar. En dan kan het leven, zeg maar, gaan ontplooien. Ja, want het kanaal zelf is eigenlijk helemaal niet zo heel erg geschikt, hè, voor dieren en planten. Hoe komt dat? Nou ja, het is natuurlijk een vierkante bak water, zeg maar, hè. De wanden zijn kaarsrecht, de bodem is vrij vlak, er kunnen geen planten, nauwelijks planten zich ontwikkelen. Dat is vooral op de oevers. Dus ja, heel interessant is dat onder water niet. Maar desalniettemin zitten er toch best veel vissoorten die zich daar niet zoveel van aantrekken. En dan zijn dit soort zwaaikommen die we een andere functie kunnen geven, ja, daar zijn dan extra aantrekkelijk. Omdat het plekken zijn waar ze jonge vissen kunnen opgroeien, er kunnen insecten komen. Dus dat biedt ook extra voedsel voor die dieren. Dus dan kun je zo'n onnatuurlijk water, zeg maar, toch iets natuurlijker maken. En wanneer is voor jou het plaatje compleet? Wat moet er hier dan zijn? Ik hoop dat over een paar jaar, zeg maar, als ik hier terugkom, dat ik dan sporen kan vinden van een otter of zo. Hè? Dat die soort die zich nu aan het uitbreiden is in Nederland, waar het eigenlijk heel goed mee gaat, dat die ook denkt van zo'n Twentekanaal, dat is wel niet helemaal de natuurlijkste habitat wat ik kan vinden, maar ik kan hier wel vissen vangen. Dus voor mij is dit ook een prima plek om af en toe de tijd door te brengen. Dat zou ik wel heel leuk vinden. Ik ga over 2 jaar zeker nog eens kijken hoe mooi het hier geworden is. En blijf ons volgen, want de volgende keer duik ik in de geschiedenis van het Twentekanaal.